Vorige week werd tijdens een inspiratiebijeenkomst door het samenwerkingsproject Het Belang van Arbeidsmigranten het stokje overgedragen naar een nieuwe setting. Als symbool werd bij deze overdracht een kleine appelboom aan Raf Jansen geschonken. vanuit zijn rol als voorzitter van de regiotafel Sociaal Domein. Jansen gaf aan deze appelboom te schenken aan Christina Gorska, die vanuit Metrik een steunpunt heeft voor Poolse arbeidsmigranten. En ik weet niet of Christina een tuin heeft. Het zal nog geen tijd hebben om erin te werken, want het is altijd voor anderen aan het zouden. Maar eigenlijk zou die daar plek moeten hebben. De Daad werd op dinsdag 14 juni bij het woord gevoegd. En Jansen begaf zich naar de woning van Christina in Horst. Nou, ik, ik denk dat het is heel belangrijk dat project heeft drie of vier of vijf jaar gelopen. En dat project is een succes geweest, zodat zeg maar, arbeidsmigranten zich hier welkom voelen. He, ook een condities krijgen dat ze zich hier kunnen integreren. Uh, en dat de, de samenleving ze ontvangt en dat arbeidsmigranten zelf ook hun best doen om de taal te leren, et cetera. Nou, en de resultaten van dat project willen we uitbreiden naar alle migranten. Dus inclusief de vluchtelingen, de lessen die we daar geleerd hebben, uh, uh, die willen we gewoon overdragen, meenemen en het project dus in verbreden vorm voortzetten. Dit project is afgesloten en dan kregen we ter afsluiting en als symbool om het door te zetten een boom. Een kleine mini-tree uh, appelboom. En ja, die werd mij aangeboden omdat ik voorzitter ben van het sociaal domein uh, portefeuillehouders overleg van de regio. En ik zei, nou ik wil die symbolisch overdragen aan iemand die juist vanuit de basis ertoe bijgedragen heeft dat dat project positief verlopen is. En dat was Christina Gorske, die ik ook heb leren kennen uh, in een situatie dat er ...echt ingegrepen moest worden omdat mensen heel slecht gehuisvest waren. Nou, ik, ik heb toen Christina een paar keer gebeld en ze was er meteen. Uh, dus ze was altijd klaar voor mensen. is echt een symbool hier vanuit Metric. Is Geweldig inzet gepleegd uh, uh, voor arbeidsmigranten. En dat heb ik juist willen honoreren om die boom aan Christina te geven. U werd verrast met een boom? Dat is geweldig. Alleen weet, weet ik helemaal van niks. Dat was voor een hele, hele grote verrassing. U betekent heel veel voor de Poolse mensen die hier in Noord-Limburg komen wonen. Is het een beetje uit bevlieging, uit passie dat u dat doet? Nee, uit mijn hart. Voor Poolse mensen. Maar er komen heel veel mensen bij u. Ik heb u wel eens bezig gezien met twee telefoons gelijktijdig. Heeft u nog wel een beetje uh, leuke tijd voor uzelf? Dat uh, creëer ik wel. En nu, de boom, gaat u een uh, mooi plaatsje krijgen? De boom krijgt een hele mooie plaats. Je moet die even wat omzetten, zeg maar, maar het uh, krijgt een hele mooie plaats. En over een paar jaar lekkere appelen eten? Komen wij samen appels eten en die Poolse mensen nodigen wij uit.